Peter, ik ben gebiefd, muisman. Ik ben gebiefd. Wie heeft jou gebiefd? Wie heeft jou gebiefd? We gaan hem pakken, jongens. Geen stress. Hé, hey, wie pakt mij op? Hé, wie is dit? Hé, doe normaal. Laat hem los. Rustig, rijden. Rijden maar. Wat stapt hij in? Hij stapt in. Man, trek gewoon Uzi op mij. Ben je gek? We komen in vrede, bro. Ja, ik ook. Niks in vrede, bro. Die man ligt wapen op mij. Hij zit in de wakkie, bro, ook. Hij zit in de wakkie, ja. Ik moet even een lift hebben. Waar moet je naartoe? Ziekenhuis, pik. Dat nee. Oké, maar als ik jou ziekenhuis heb gebracht, dan trek je nooit meer een wapen op mij, hè? Als jij schulden afbetaalt, dan zit dat alles... schulden? Welke schulden? Wacht, wie ben jij? Wie ben je überhaupt? Clown. Clown? Wie noem jij clown? Bob, hey, meneer, pas op, hij heeft wapen bij zich. Ik word zenuwachtig. Die wapen is geen bloed in mijn auto, boys. In mijn kont. Bro. Ja, daar stop ik die wapen. Wie ben jij? Ik vind het gek dat je tegen mensen aanrijdt. Kom, rij naar politiebureau toe. Kijk of hij hem daar ook nog trekt. Kom, rij naar politiebureau. Kijk of hij hem nog trekt. Kom, nu ben je zeker. Sorry Peter. Hey bestuurder, ik richt hem nu op je achterhoofd. Als je naar politiebureau rijdt, schiet ik je nu dood. Ga linksaf. Oké, stap hier uit. Dan gaan we niet naar politiebureau. Die is deal. Breng me naar een garage en dan zit alles goed. Oké. Ja, toch? Is goed. Bro, ja. Even kijken hoe je eruit ziet. Kijk hoe je eruit ziet. Ja, kijk maar goed. Kijk maar met je neppe baard. Ja, fijne dag nog. Onthoud zijn gezicht. Oh, dan gaat mijn lak. De lak, bro, er is nog iets meer mis dan alleen je lak. Oh shit. Oh bro. Klaar. Hé meneer, zou ik 2000 zetten op groen? Groen is risky. Oh nee, dat is Peter P. die kale. Ik ben hier. Hé, wat? Wat? Pak hem, boys. Pak hem. Nee, ik wil gokken, man. Meneer. Hé meneer, kom. We gaan zetten. 2000 op groen. Je gaf mij toch 15k? Ik hoop dat ik niet win. Wat hoor ik ook? Ik had 10. Wie zei ik ook dat ik niet win? Wie zei dat? Deze met zijn blok ook. Elke keer. Ik heb niet gepakt. Nee, jij was dat. 10 uitgepind? Ja, niet. Ik heb nu 21 gemaakt. Doe rustig. Maar ik heb te veel gevochten vandaag. Ik ben moe, man. Ik heb Osso. Hey, is die? Ja, toch? Ik ga nog even kijken wat ik kan gooien daar. Boys, is die bang voor jullie? Aai. Laat hem bro. 1000 op groen. Wish me luck. Gaat je niet lukken. Oh. Wie misgunt die heel de tijd? Echt, hij back gewoon. Peter Piet kan alles, broer. Ik dacht serieus, hij heeft Aventa doorgekomen, maar was cap. Hier, Peter Piet. Nog een keer. Oh, die heeft mijn geld gegeven. Hier, deze, die blauwe. Je moet winnen, bro. Mag ik ook geld? Het scheelt er eentje. Oké, 5k op... Doe rood. Nee, ik heb op groen gedaan. Ah, ook goed. Deze man. Geef mij eens 2k. Oh, nee man. Hij is op zwart. Ah, ja. Peter, ik ben gebiefd, muisman. Ik ben gebiefd. Wie heeft jou gebiefd? We gaan hem pakken, jongens. Geen stress. Hé, wie pakt mij op? Hé, wie is dit? Doe normaal, man. Laat hem los. Waarom loop je mijn collega's aan? Je weet donders goed wie ik ben. Je hebt al problemen met ons, plus je gaat nog toplopen doen. Hé, vriend, laat hem los. Wow, wie is dit? Oh, dit. Zo. En wat voor Batmobiel word ik nou weer gebracht? Oh, man. Zijn jullie weer van de Mickey Mouse Motorclub? Jongens, luister dan. Ik heb nog steeds jullie geld niet. Ik heb een gokprobleem, ja? Je hebt ons geld niet, maar je loopt wel eens nog mijn collega's in. Ik weet niet, je is jouw collega, toch? Nee. Wil je misschien eerst die kutradio uitzetten, want ik hoor niks? Radio. Jij zet op die radio. Ik heb geen radio aangezet. Jawel, die dag. Kom op, man. Blijf van die radio af. Wow, maar die handen zitten op mijn rug. Hoe moet ik het doen? Met je neus, met die grote, dikke neus. Oh, dit. Ik heb een bescheiden neus. Oké, zet mij maar uit die auto. Zet die naar mijn auto. Ik was lekker met mijn broer aan het chillen. Ik was lekker aan het gokken. Ja, ik was met mijn broer. Jouw broer is goed. Jouw broer is goed. Wat zeg je allemaal? Jouw broer is relaxed. Alleen met jou hebben we problemen. Waarom probleem met mij, bro? Waarom? Waarom? Je slaat de verkeerde, man. Ken je hem niet voor je staat? Hoe sla ik de verkeerde? Je slaat de verkeerde. Bro, luister dan. Ik krijg liever een klap dan dat iemand wapen op mij richt. Jij bent verkeerd. Heb je wapen op hem gericht? Ja, tuurlijk. Hij ging wel gewoon uit te slaan. Hij kon toch ook eerst terugslaan? Of zeggen van, joh, ik ben hiervan. Die man richt wapen op mij. Oh jee, is het weer zover. Moet ik even... Ja. Ik ga even je bolletjes schoonmaken. Bro, laat mijn kale hoofd met... Oh, ik ga jou kopstoot geven, daar word je helemaal eng van. Kijk, limit. Daar word je helemaal eng van. Jij wordt er helemaal eng van, jongen.
Breng hem naar die Oslo dan. Welke Oslo, man, bro? Breng me naar die Mickey Mouse motorclub, alsjeblieft. Je hebt gezien wat we met Monier hebben gedaan, hè? Hij leeft nog. Ja, tweede keer laat hem niet leven, bro. Luister. Je weet donders goed, als ik zenuwachtig word, ga ik grapjes maken. Oh, ik was lekker in een casino, lekker aan het gokken. Wil je money? Ik heb 125 euro voor je. Loop je te gokken ook nog? Ja, bro, ik heb 125 euro voor je. Met die 125 euro kan je wc-papier kopen. Kan je... Laat maar. Wat heb je met die zakjes gedaan? Wat hebben we met die zakjes? Ze zijn verkocht. Ja, waar is dat geld dan? Deels in de casino. Deze gast. Deze man neemt ons echt niet serieus. Jawel. Maar kijk, die zakjes waren niet genoeg om die 150k te maken. Dus ik ben in een casino als een professioneel, ben ik daar binnen. Om, zeg maar, van die money... zoveel te maken, ja. Als een verslaafde Jalla zit je bij ons. Bro, wie noem jij hier Jalla met je Pac-Man motorhelm op? Was grapje. Ik word zenuwachtig nu, jongens. Luister. Nee, niet die wapen op mij richten. Dat heb je fucking taal gebruikt. Ja. Wow, haal die mes weg of snij gewoon die... Luister, jongens. Weet je wat we gaan doen? Ik heb een goed idee. Oké, wat is je idee? We gaan met z'n allen naar casino en we zetten die... Ik heb 30k bij me nu. 30k? Nee, die mag je inleveren sowieso. Wat? Nee, man. Ik moet die 150 maken. Boah, die 30 ga ik op groen zetten. En dan geef ik jullie nog 300k. Kom op, man. Ik ben keihard voor jullie aan het werk in een casino. Nee. En dan gebeurt er dit. In casino. Kijk, hoor wat je zegt. Ik zie je liever gewoon zwembad verschonen of zo. Nou, zie ik eruit als... Bro, kijk me aan. Laat dat stuur los. Kijk mij aan. Zie ik eruit als zwembad verschonen? Wow. Zeg je eerlijk? Je ziet er wel een beetje uit als een Mexicaanse zwembad verschonen. Bro, weet je hoe jij eruit ziet? Je ziet niet eens hoe ik eruit zie. Hoe wil je over mij praten? Nou, je ziet eruit als iemand die problemen heeft. Ik heb geen problemen. Ik zit goed. Nee. Jij hebt problemen met mij. Alleen belastingdienst. Ja. Die ken ik ook. Wie rijdt voor ons? Oh, nee, bro. Zeg die man dat hij moet leren rijden, man. Wat is dit, man? Hoe kan hij zijn hesje hebben gehaald? Oh, shit. Oh, dit is wel een mooi huis. Ik zit dus te denken, boys. Wat gaan we met hem doen? Wat met mij doen, bro? Ik moet geld verdienen. Zijn broer mag hem ophouden. Luister. Wat ik van jou had verwacht is... dat je die zak zat verkocht en terugkomt naar ons voor meer. Heb je niet gedaan. Wat loop je te doen? Je loopt onze geld te gokken. Oké. Mag ik even mijn verhaal doen? Mag ik eerst even uitstappen, alsjeblieft? Die auto stinkt. Ik weet niet wat die allemaal doet, maar hij stinkt echt. Bro, haal mij eruit. Oké, boys, luister. Weet je wat ik aan het doen ben? Jullie weten donders goed, met die 20 zakjes... daar kan ik geen 150k van maken. Is zo, toch? Dus ik heb die zakjes verkocht. En vervolgens ga ik naar de casino om er meer van te maken. En is het gelukt of niet? Want je hebt maar 30k. Nou, die 30k vergelijk het met 20 zakjes die ik heb verkocht. Jij hebt lopen bedelen. Hè? Jij hebt lopen bedelen op straat. Bedelen op straat? Maakt toch niet uit hoe ik jullie money fix als jullie je money maar krijgen? Ja, maar het duurt wat te lang. Bro, haal die fruit uit mijn gezicht. Haal die fruit uit mijn gezicht. Gadverdamme. Haal die fruit uit mijn gezicht. Nee. Oh, pizza. Wow, dit geeft mijn pizzatje. Oké, jongens, wacht. Jongens, ik moet wel echt plassen, anders ga ik echt in dit huis plassen, man. Breng me eventjes naar wc, alsjeblieft. Breng me naar wc. Ik moet plassen, man. Plas me gewoon. Nee. Ik wil wc. Ik wil mijn privacy. Shit, man. Je draagt deze shirt wel. Deze blouse wel dagenlang, man, bro. Heb je geen andere kleding? Ja. Bro, luister dan. Ik gooi hem gewoon elke keer als ik in de thuis ben. Jij stinkt. Jouw moffel stinkt door die helm heen. Peter, luister dan. Ja. Voor de duidelijkheid. Je mag best naar de wc. Maar je gaat niks kunnen doen, hè? Je gaat niet weg kunnen komen, ik sta hier met een wagen. Zie je dat raampje daar? Dan ga je niet erin passen. Want daar pas je sowieso niet erin, zie je dat? Oké. Ga je gewoon rustig passen. Ik ga je ontboeien. Ja. Kijk achter je. Je gaat sowieso nergens heen, bro. Je weet het ook wel buiten. Ik kan niet plassen als mensen... Jullie kunnen ook buiten de deur staan. Ga plassen. Schiet op. Ga maar. Laat me mijn broer snel appen. Hij moet hier komen, man. Hij moet mij redden. Hey, van je telefoon. Bro, luister. Neem die man mee. Bro, luister, ik moet plassen nog. Bro, ik moet nog plassen. Nee, je zat op je telefoon. Ik zat niet op mijn telefoon, luister. Deze man is zo, hè. Neem die man mee. Bro, luister dan. Er was een nieuwe videoclip van Justin Bieber uit. Bro, nieuwe videoclip van Justin Bieber. Ik krijg melding. Dit is niet normaal, dit. We hebben met elkaar gepraat. Die man zat op zijn voornaam, man. Ik heb die politie maar gemaakt, hè? Nee, man. Oh, ik heb de derde interesse. Let's go. Waar ga ik nu weer naartoe? Oh, man. Zijn we alleen naar dit huis? Wil je alleen flexen met dit huis? Bro, je gaat meldingen lopen maken. Ik heb geen melding gemaakt! Je hebt meldingen gemaakt. Je zit op je telefoon. Ik heb geen melding gemaakt! Wat heb je dan gedaan? Waar gaan we? Bro, nieuwe clip van Justin Bieber was uit, zei ik. Ja.
plan mislukt, plan mislukt. Shit! Maar breng me terug bij die, bij die Osso, man. Ik heb echt niks gedaan, man. Ik vind een mooie huis. Waar word ik weer gebracht? Oké, waar zijn we nu? Hoezo? Ja, maar dat is geen tegemoetkoming wat je doet. Oh, je zegt 5k voor ieder. Jij met je neppe Ray-Ban-bril, jij moet me helemaal niet meer slaan. Waarom richt gelijk wapen, bro? Ik zit vastgebonden, man. Worden. Dus ik laat jou net plassen, je gaat gewoon op je telefoon. Wie heb je gehad? Bro. Wie heb je melding? Heb je politie gebeld? Oké, bro, luister dan. Ik ga gewoon echt heel eerlijk zijn, goed? Zeg het nog één keer, hè. Wat je net zei in de auto, heb je echt een probleem. Wat zei ik net in de auto? Dat je wat je hebt opgezocht, zeg maar. Dat wil je gaan zeggen. Omdat dat het enige verhaal is, maar hoezo kan ik het niet zeggen? Wat zei hij? Hij zei dat hij de nieuwe clip van Justin Bieber heeft opgezocht. Hey bro, hou op man. Bro, sorry dat ik naar Justin Bieber luister. Ja. Oké, ik ga even je telefoon doorlezen. Peter. Kijk op zijn app. Ga zijn app. Oké, wat was je laatste sms'je, Peter? Mijn laatste sms'je? Wat zie ik hier? Wat zie ik hier? Binnen. Wat zie je dan? Ciao. Nou, lees het maar even voor, Peter. Lees het maar even voor. Oké. Geef mijn telefoon dan. Houd hem voor je gezicht. Oké, houd die telefoon voor mijn gezicht. Oké. Er staat... Yo, bro. Heb je die nieuwe clip van Justin Bieber ook al gezien? Goed. Oh, bro, je... Ah! Oh! Hé. Waarom word ik weer vastgezet? Hé, bro, ik bleef rondlopen. Staan bleven, joh. Ik heb even de zakken gekeken. Ik had die man toch moeten wegtrekken. Even alles afpakken wat hij bij heeft. Wat alles afpakken, bro? Kom op, man. Laat me in ieder geval... Laat me burger met rust. Ik krijg je shit zo terug. Oh, nee. Niet hij weer. Oh, ik word zo bang van hem altijd. Oh. Hoe is het, overeen? Waarom heb je niet betaald? Jullie weten, ik heb respect voor jullie, ja? Ik heb een boete van 150k. Ik kan dan niet met 30k aankomen. Dus ik wou in de casino van 30k 150k maken. En ik ben professioneel in de casino. En nu ben ik zomaar meegenomen omdat... Zie je die man naast jou? Ja. Zijn rijbewijs moet je afpakken. Misschien ook zijn jasje, daar bepaal ik niet over. Maar deze man kan niet rijden. We krijgen een botsing. Hij zegt dat het bij hem groen was. Ik zeg, kan niet stap uit, geef ons een beetje geld, want weet toch, mijn nek doet pijn. Die man doet beide hand. Ik sla hem, man trekt wapen op mij. Hij wou niet eens fitty. Man op man. En nu word ik niet geloofd omdat ik naar Justin Bieber luister. Je was een melding aan het maken. IJs, hoor deze. Echt een hoertje. Die man zegt tegen mij, ik moet plassen, hij moet echt nodig plassen. Ik breng hem naar wc, ik sta buiten, hij zegt tegen mij, ja, ik kan niet binnen plassen als mensen bij zijn, word ik zenuwachtig. Ik ga naar buiten, hij doet super lang in die wc, ik kom even spieken, zit die motherfucker gewoon op zijn telefoon. Interessant. Ja, oké, zou ik de reden vertellen? Ik moest niet plassen, oké? Maar ik vond het een beetje gênant om naar de nieuwe videoclip van Justin Bieber te kijken waar hun allemaal bij staan. Waarom noem je mij Pieter Post? Nee, genoeg. Bro, jij bent toch Pieter Post? Ik ben Peter Piet, onthoud de naam. Peter Piet, ik heb Pieter jou Post gezegd, allemaal Pieter Post toch? Hoe heet jij dan? Ik ben IJs. Ja, dat weet ik. Jou ken ik, maar die guy met dat vieze zikje naast me ken ik niet. Mondes, bro, joh. Onze Belgische matelaar. Oh, nee. Hij ziet eruit als een Belgische Maltese. Dat was een grapje. Je moet even wat meer respect gaan tonen, bro. Oké, maar bro, luister dan. Zet op... Hé, vecht als een man met eer, man. Zet die handboeien van mij los. Gaan we doen. Kom. Lees even je laatste sms'jes op. Oké. Zet nog één keer op mijn telefoon. Nu, IJs, tegen jou ga ik gewoon eerlijk zijn, ja? Kijk je mee, IJs? Ja, kijk mee. Hier is, help mij ontvoerd. En ik stuur mijn GPS door naar mijn broer. Is geen politie. Oké, is goed. Hij zegt, ik kom eraan, hou je sterk. Geef die nummer voor, noem die nummer op voor je broer. Dat vind ik wel heel lastig. Waj Bloemkool, je bent er ook weer, man. wat klootzak. Maar eerlijk, jullie vinden Peter Piet soms wel grappig, toch? Kom op. Zeker. Ja, Pieter Post is wel leuk. Maar je moet gewoon paaien, neef. Is er Pieter Post? Peter Piet, als je zegt Peter Piet, man. Het is toch Pieter Post, toch, neef? Je was toch postbode, toch? Wow, ik ga je ook IJsklont noemen. Als jij mij Pieter Post noemt, noem ik jou IJsklont. IJsklont? Geen probleem, Pieter Post. Oké. Maar luister, we hebben een voorstel voor je. Oh, shit. Maar je moet wel doen wat we zeggen. Ja, maar... En dan hoef je die shit niet meer te betalen. Oké, maar moet ik die 30k, mag ik die dan ook houden voor het casino? Ja. Yes! Wacht even. Hier blijf, ga je. Nee, ik was enthousiast. Ik was enthousiast, man. Oh, deze man lijkt op Nessim van Supergaande. Nee, toch. Hey, maar kijk dan. Yo. We gaan iets opzetten in de grote bank. Ja. We gaan. En details hoor je er later over. Maar jij gaat meedoen. Ik doe mee, ik ben daar. Ik ben gekste overvaller, hè. Ik had de naam vroeger in de stad. Dat ik vast kwam te zitten. Het is helemaal uitgewerkt, komt goed.
Oké. Okay. Jij moet wel mee en misschien moet je... gaan we doen alsof je een clipshoot gaat opnemen. In die bank. Oké. Okay. Ik ben down. Maar eerlijk, is, een bank is wel groot. Als ik vast kom te zitten, ik ben de lul, broer. Dus ah, nee, krijg ik boven die 150k krijg ik dan nog wel iets erop, zeg maar. Wat jij daarna krijgt is vrije doorgang. Je hebt geen hoofdpijn meer van ons. Oh, als shit. Als die shit gelukt is, gaan we later op die avond gaan we een feestje vieren in onze nachtclub. Oh shit. Ik ben daar, man. Ik treed op. Maar luister. We zijn vrienden nu, man. Kom op, man. Oké, ja. Als jij denkt weg te komen van ons, gaat niet lukken. We vinden je makkelijk. We hebben die GPS aan jouw anus gestopt, bro. Ik voelde het al. Waar is Monier? Ik was met hem in het casino. Hij ging lekker naar huis om te slapen. Oké. Dus het is goed gegaan met hem in het ziekenhuis? Ja, man. Ja. Eigenlijk wel. Ik vind het eigenlijk raar om met jullie erover te praten, terwijl jullie hem daar hebben... Ja, gezet. In het ziekenhuis. Hoe is het met je poot? Ja, beter, man. Het was een schramschot, maar je kon goed schieten, man. Maar luister, je moet het weten. We zijn serieus, bro. Ik ben ook serieus, man. Als je laat zien dat je serieus bent, kunnen we ver komen. Anders houdt het op. Mag ik... Ik wil niet te veel eisen bij jullie, maar ik heb wel... Als we zo'n overval gaan doen, heb ik wel echt één eis. En dat is? Hij moet zijn koptelefoon afdoen, man. Anders neemt niemand ons serieus, man. Nou, je hoort het... Matsko. Ik weet niet of hij ons hoort, maar waarschijnlijk heeft hij weer een DJ Chesto album. Hij heeft Justin Bieber liedje even opgezet. Oh ja, is wel echt goed. Bro, kijk eens hoe die... Als IJs een wapen trekt, word ik zenuwachtig. Het enige wat ik van je moet weten, is dat je hier wel mee akkoord gaat. Hey, ik ben daar, man. Overval, we zijn daar. Luister, dan, Peter. Jij gaat hier even een krabbetje zetten, man. Oh, de. Je hoeft het niet te lezen. Niet te lezen, no man. Kom hier. Is dat die wapen op zelf? Hey. Ja, straks sta ik onder contract bij Jay Bloemkool, dat wil ik niet. Ik wil geen platencontract. Ik ga je gewoon straight zeggen wat er in die contract staat. Oké. Okay. Je tekent in die contract dat je met ons akkoord gaat. Noem je onze namen of wat dan ook, zou je het met de dood moeten bekostigen. Ik heb het gevoel dat het bij jullie niet eens een contract daarvoor nodig is, zeg maar. Luister, pak die potlood en begin te tekenen. Oké, ik heb getekend. Ik heb getekend. Ah ja, toch? Ik heb nog wel één... Eén vraag. Ik wil dit keer niet weer helemaal lopen, man. Nee, kunnen jullie misschien een beetje brengen of zo? Een blokkenpark. Ik ben gewoon cool. Zal deze man wel afzetten, blokkenpark, als jullie mee akkoord gaan? Ja, toch. Nog geen probleem. We rijden mee. Peter Piet had een naam vroeger hier in de stad. Totdat ik vast heb gezeten, toen zijn jullie allemaal gekomen of zo. Nee, nu neemt niemand mij serieus. Ze zetten wapens op mij. Vroeger durfde niemand een wapen op mij te richten. Ik heb wel één ding van je gehoord. Je hebt één keer een clipshoot genomen bij de blokkenpark. Je begon met te schieten zo, man. Ja, man. Ja. Ja. Daar heb ik ook wel een straf voor gehad, man. Kijk, je wordt in stijl gebracht. Oh, nee, dat waardeer ik. Oh, ik heb mijn telefoon ook weer. Hé, jongens, hartstikke bedankt. Yes, kijk uit, man. Yes, ik ga uitkijken, man. Ik wil wel nog steeds een keertje tegen die guy waarmee ik een aanrijding had, een 1-op-1 gevecht, man. Nou, dat kunnen we ook hier regelen. Hier, nu. Waar? Nu, hier. Ja, maar kom op, man. Midden op Blokkenpark. Kan iedereen gelijk zien, toch?